You are listening to Robert Bain's Bible Podcast, the info channel for church and society. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, de tekst voor de prediking, u raadde het al, is vers 15 uit het hoofdstuk dat wij hebben gelezen. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. De voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Gisteravond was ik op een familiefeestje, een verjaardag. En het is zelden dat me gevraagd wordt waar ik het dan zondag over ga hebben. Maar dit keer was het zover. Waar ga je het zondagmorgen over hebben? Waar ga je het morgen over hebben? En toen zei ik over schoenen. En ik verwachtte en hoopte dat ze dan zouden vragen, ja, maar hoezo? En wat is dat dan voor onderwerp? En waar gaat dat eigenlijk over? Nou, geen piepje, niks, geen vraag. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is dat in de gemeente wordt gesproken over schoenen. En dan is er altijd die behulpzame neef die dan komt vertellen en vragen of ik al weet dat de verkoop van schoenen in het afgelopen jaar met 5,3% gestegen is. Dat moet ik dan maar even doorgeven. En dat de verkoop van vrouwenschoenen achterblijft bij de verkoop van mannenschoenen. Nou, dan weet u dat ook weer. Dat is wel verbazend, vond ik eigenlijk. Mannen schijnen het afgelopen jaar veel meer behoefte aan stevige schoenen te hebben gehad dan vrouwen. Boven die schoenen gaat het natuurlijk niet. En het vond het best lastig om te kijken of ik dat aan kinderen kon duidelijk maken. Dat schoenen die ze gewoon kennen uit hun dagelijks leven, ja, misschien ook nog een wat diepere betekenis zouden hebben. Hoe moet je dat doen? Dus ik hoop dat de ouders daarin de zaak zullen afmaken, het verhaal zullen afmaken. Het is in ieder geval zo dat Paulus een keer over die schoenen spreekt, en dat is dan in ons gedeelte, waarin hij het beeld gebruikt van de wapenrusting van een Romeinse soldaat om uit te leggen, ja, wat wij nodig hebben in de strijd die gaande is. Nou, dat laatste is al helemaal niet zo makkelijk te verstaan en klinkt een beetje raar. Maar volgens de brief van Paulus zijn u en ik in een strijd verwikkeld. En wij zijn opgeroepen om als soldaten dienst te hebben in die strijd. Nou zegt u er gelukkig wel bij, het is geen strijd tegen vlees en bloed. Het is geen letterlijke strijd. Dat zou ook niet kunnen. De Bijbel maakt heel duidelijk hoe weinig God daar voor is. Dat mensen op die wijze strijden. Integendeel, dat moet voor hem een bijzondere pijnlijke zaak zijn. Dat wij elkaar naar het leven staan. Maar we hebben een wapenrusting. Dus dat is een metafoor, een beeld. Een wapenrusting aan te trekken. Omdat we in die strijd moeten staande houden. En daar hoort dus dat borstharnas bij en die gordel die we dragen en al die andere dingen. En het gaat mij nou om dat ene, en dat is dat schoeisel. Dat zijn die schoenen die we dragen. We zijn blijkbaar kwetsbaar op een of andere manier. Hè? Gelovigen in deze wereld worden op allerlei manieren onder druk gezet. Veel meer dan zeg een eeuw of twee eeuwen geleden, toen West-Europa nog in het algemeen een christelijke natie, een christelijke wereld was. En er is, net als in die eerste eeuw, want daar lijken we dan langzamerhand op, hè, we zijn een minderheid geworden, maar er is heel veel tegenspraak tegen het evangelie. Het is een samenleving die zich weinig aantrekt van Gods geboden, nou dat weten we wel. Maar het is ook vaak een sociale omgeving, op het werk, in de familie, ja, waarin dat evangelie op zijn best onbekend is. Maar als we er iets van weten, dan is het heel vaak met een grote vijandigheid. Hoe kun jij nou nog naar de kerk gaan? Is er iemand die dat niet meer gehoord heeft? Soms van familieleden zelf. Waarom hou je dat nog vol? Waarom ga je nog? Dat is toch allemaal bewezen flauwekul te zijn. Wie televisie kijkt, die zal regelmatig meemaken dat er heel veel spot, heel veel agressie ook tegen het christelijk geloof wordt uitgesproken. Ook veel meer dan
pak een beet 20 jaar geleden. Hè. De agressie wordt groter. Cabaretiers die zeggen, jullie christenen houden ons tegen om er een mooie wereld van te maken. Nou, dat zijn heftige uitspraken. En daar word je zo af en toe aan blootgesteld. En dat gaat toch een beetje in je gedachten zitten. Gaat er iets knagen, er gaat iets duwen, er gaat iets veranderen bij je. Want ja, hoe moet je dat nou beantwoorden? Nou, zegt Paulus, kijk, je moet dus de houding aannemen van een soldaat die rechtop blijft staan als hem dat gevraagd wordt, die weerstand kan bieden tegen alles wat er zo op hem afkomt. En wat er op ons afkomt, het is niet vervolging in Nederland. De Heere zei gedankt daarvoor. Maar het zijn wel verleidingen. Het zijn, zoals Paulus ergens anders zegt, winden van leer. Hè? Bepaalde opvattingen die ook in de kerk dan wel heen en weer waaien en die ons toch een beetje van onze plaats wegduwen, zonder het te weten. Hè, dat meisje stond best stevig. Voeten bij elkaar, rechtop. Dan krijg je er niet zo makkelijk omver. En zo zegt Paulus, zo moeten jullie staan. Hij heeft ongetwijfeld aan het Romeinse leger gedacht. Een van de grote voordelen van Julius Caesar, althans, dat gaf dus kracht aan zijn leger, was dat hij invoerde dat alle soldaten speciaal schoeisel moesten dragen. Dus in plaats van slippers of iets van wol, hadden ze een heel stevig materiaal, heel hard hout. En daaronder werden dan spijkers in de zool geslagen. En vanwege die spijkers, die dan natuurlijk wel een beetje stomp geslagen werden, kon je heel stevig staan, kon je in de modder blijven staan, kon je niet zo makkelijk worden weggeduwd. En ze vochten dan vaak met legers die allemaal zo hun eigen soort schoenen aan hadden. En die waren niet zo bestand tegen druk en duwen en bewegingen. Die stonden niet zo makkelijk. Een tweede voordeel was dat je er heel goed hard op kon hollen. En steeds maar weer, als dat Romeinse leger ging vechten, bleken die schoenen van doorslaggevende betekenis te zijn. Samen met het harnas en dat speciale zwaard dat ze bedacht hadden enzovoort. Ja, dus Caesar en dat Romeinse leger hadden een enorme voorsprong op hun vijanden. En Paulus moet nou denken aan dat schoeisel. Dat ziet hij als het ware voor zich. En hij weet hoe stevig zo'n Romeinse soldaat kan staan. Die kan weerstand bieden. Die is niet van zijn plaats te krijgen. Een klein mannetje van 1,20 meter op die schoenen, die kan het zelfs redden tegen een beer van een vent van 1,80 meter. Want hij heeft de goede schoenen aan. Hij staat stevig. Daar moet Paulus aan denken. Misschien dat we allemaal maar een beetje klein zijn, wij als christenen. Maar als we nou die goede schoenen dragen, dan krijgen we ons niet van onze plaats af. Dan kunnen we weerstand bieden. Zo denkt hij hier. Met een beeld dat wij niet erg sympathiek meer vinden. Het beeld van een soldaat. Maar goed, de Bijbel gebruikt dat beeld een aantal malen. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Het zijn dus evangelieschoenen die we moeten dragen. Wat geeft ons nou die mogelijkheid om weerstand te bieden? Wat geeft ons die kracht om stevig te blijven staan? Wat geeft ons die snelheid om heel hard te bewegen als dat van ons gevraagd wordt? Nou, zegt Paulus, dat is het evangelie van de vrede. Het is ook het meest omstreden verhaal dat er maar is. Het is het verhaal dat niet wij mensen zomaar kunnen opklauteren naar de hemel en dat onze goede daden die weg naar de hemel niet kunnen plaveien, maar dat God het gedaan heeft. Dat hij neergedaald is in zijn zoon om die weg te openen naar hem toe. Oh, wij kennen dat verhaal wel. Maar in de wereld is dat een verkeerd verhaal geworden. Jij verwacht dat God het allemaal voor je doet. Is het niet veel beter dat je zelf die inspanning levert? Moet je niet net als wij zonder God proberen een goed mens te zijn? Hoe makkelijk is het dan om te vallen, om te wankelen als dat tegen je gezegd wordt? De hele wereld, de meerderheid van de wereld denkt zo. Je moet het zelf doen. Je moet uit eigen kracht proberen die hemel te bereiken. En dan zijn wij die rare mensen die zeggen, dat kunnen we helemaal niet. Wat een pessimisten zijn we toch. Wat een doemdenkers.
En bovendien spreek voor jezelf, zullen ze zeggen. Wij kunnen het wel, doe je niet mee, kun je het niet? Wat ben je dan eigenlijk, een sukkel? Dat is ons verhaal. Dat is de evangelie van de vrede. God daalt naar de wereld neer om de weg voor ons vrij te maken. De evangelie spreekt over zonde en schuld. Spreekt over de aanklacht die God in zijn rechtszaak met de mensen zal moeten voeren en zal moeten inbrengen. Jullie falen tegenover de eisen van een heilige God. Jullie zijn niet rechtvaardig. Niet met elkaar in daden en gedachten en ook niet van binnen. Er zit iets dodelijks in de mens. Er zit iets, een ziekte in de mens. Een morele ziekte die maar niet zomaar weg is. Allerlei mensen in de wereld denken dat ze daar een recept voor hebben. Maar dan is onze evangelie het verhaal dat er iemand uit de hemel kwam om dat alles weg te dragen. Om het op zich te nemen, om het in de dood te laten wegvallen en ons een heel nieuw leven, een heel nieuw levensbegin te geven. De wereld lacht erom. Ga je een fabeltje verzinnen om dat grote, zware probleem van menselijk falen op te lossen? Nou, veel geluk met je fabeltje. Laat ons maar liever werken aan de verbetering van de wereld. Ga maar zitten in je kerkje en herhaal dat verhaaltje maar. Voor je het weet, val jezelf ook om. Ga je daarin mee, want er zit toch wel wat in. Zit daar niet wat in, als je er even over nadenkt? Paulus zegt, neem nou die schoenen. Laat dat nou je schoenen zijn. Met die sterke spijkers in de voetzolen, waardoor je pal kunt blijven staan, weerstand kunt bieden. Want dit is het mooiste verhaal van de hele wereld. Dit is het goede nieuws in een wereld vol slecht nieuws. Dit is Gods waarheid in een wereld die helemaal niet weet waar ze het over heeft. De schoenen die we dan dragen, die evangelieschoenen, geven om te beginnen stabiliteit. Paulus zegt het in 1 Korinthe 15, als hij praat over de opstanding, ook zo'n verhaal waar de wereld geen boodschap aan heeft. Dan zegt hij, wees standvastig. Leer stevig te staan, geworteld in dat evangelie. Nou, ten eerste moet je het dan kennen. In staat zijn ook om het uit te leggen. Als iemand dan u dat zou vragen morgen, moet u maar eens even overwegen. Ik zeg het niet om u een schuldgevoel te geven. Maar het is best belangrijk dat we in staat zijn te vertellen waar het evangelie over gaat. Je zult maar op school een keer die vraag krijgen. Je zult maar in de familiekring een keer die vraag krijgen. Waarom ga je naar de kerk? Dat u dan niet zegt omdat het er zo gezellig is. Of ik hou van zingen. En dat u er durft te zeggen, ik ga omdat ik het evangelie van de Heer Jezus Christus wil horen. En dan op zo'n toon dat het ook nog een keer interesse wekt. Van, over wie heb je het nou? En waarom noem je hem nou Heer? En wat is dat evangelie dan? Wat is dat goede nieuws dan? Dat u kunt zeggen dat goede nieuws is, God had een aanklacht tegen mij en Jezus kwam om dat oordeel te dragen en nou ben ik bevrijd. Kijk, dat is geschoeid zijn met het evangelie van de vrede. Het evangelie van de vrede die God met ons gesloten heeft door Jezus Christus aan het kruis. En dat we dat niet schaamtevol doen. En dat we niet gaan mompelen. En dat we er pal voor staan. Zoals die Romeinse soldaat die recht overeind stond. En die wist dat hij zijn mannetje stond, om het zo maar te zeggen. Die wist dat hij niet makkelijk van zijn plaats te krijgen viel. Die wist dat hij kon vertrouwen op zijn kameraden links en rechts. Om pal te staan. Om weerstand te bieden. Tegen alles wat die wereld aan leugens over God en Jezus maar ging vertellen. Stabiliteit. Paulus zegt tegen die Korintiërs, ik heb jullie het evangelie een paar keer gebracht. Jullie hebben het van mij gehoord, ik heb het jullie verkondigd. Dat is hetzelfde evangelie waarin jullie nu ook staan. Daar heb je je stevigheid vandaan. Dat is je standpunt in deze wereld. Wie ben jij? Nou, kijk maar naar waar ik sta. Wat voor leven wil je? Nou, kijk maar naar waar ik sta. Voor wie sta je daar? Voor welke Heer sta je daar? In wiens opdracht sta je daar? Stabiliteit.
Tegenover dat heen en weer gaan van die winden van leer en die meningen in de wereld en die modus van ideologieën en opvattingen tegen alle andere religieuze pretenties in. Hier sta ik voor. Kijk, zegt Paulus, dat moet je doen, want er is strijd. Er is verleiding bij jezelf. Er is een duisternis in deze wereld. En daar mag je niet in meegaan, want dan ben je waardeloos. Dan ben je niet bij machten om die Heer te dienen. Die wil dat je die strijd voert. Dan spreekt hij niet alleen maar over dat geschoeid zijn met het evangelie van de vrede, maar hij noemt dat de bereidheid of de bereidwilligheid van het evangelie van de vrede. En ik had daar eigenlijk geen beeld van wat dat nou betekent. Ik dacht, nou ja, dat is dat je bereid bent om die schoenen aan te trekken. Maar toen zag ik een foto deze week vanuit een brandweerkazerne genomen. Ik wist dat niet, ik dacht er wel eens over na. Slapen brandweermensen in hun kazerne nou met hun laarzen aan of niet? U merkt, ik stel wel eens van die hele diepe vragen. Een brandweerman, heeft hij nou zijn laarzen aan of niet? Want die moet zo snel mogelijk natuurlijk in die brandweerauto belanden, zodra het alarm gaat. Nou, heeft hij nou zijn laarzen al aan? En toen zag ik een foto van die twee laarzen die zaten in een broek. Dus zodra hij in zijn laarzen gestapt was, kon hij die broek omhoog trekken. En dan was het binnen een paar seconden geregeld. Dat duurt stukken langer als je eerst je broek aantrekt en dan je linkerlaars en dan je rechterlaars. Maar zo doen ze dat. Vond ik echt een fantastisch beeld. De bereidwilligheid of de bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat je die schoenen onmiddellijk kunt aantrekken zodra het nodig is. Zodra het alarm gaat. Zodra het evangelie verminkt wordt of bespot wordt. Of mensen laten merken dat ze het eigenlijk zo hard nodig hebben. Dat jij onmiddellijk in die schoenen stapt. En met die schoenen heel simpel en rustig de strijd levert. Gewoon door te vertellen wie je bent, waar je staat, wat jij van deze Heer hebt ontvangen. Gewoon het evangelie uitleggen. Met die drie punten. AAV. De aanklacht die God tegen ons heeft. De advocaat die Jezus voor ons wil zijn. En de vrijspraak die daarvan het gevolg is. AAV, drie punten. Iedereen kan het onthouden. Dat is de kern van het evangelie. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Zo vat Paulus het samen in Romeinen 5. Gerechtvaardigd uit het geloof. Er is een aanklacht, maar het geloof spreekt ons vrij. En dat is door het werk van Jezus. Het is de moeite waard om dat verhaal te kennen, te beleven en tot een deel van je eigen gedachten en van je hart te laten zijn. Want dan staan jouw laarzen, die laarzen van het evangelie van de vrede, die staan als het ware in je broek, om het zo maar te zeggen. Net als bij die brandweerman, dan kun je er zo instappen. Zodra het nodig is, kun je het uitleggen. Want er is strijd. Er is strijd om de harten van onze kinderen en kleinkinderen. Er is strijd geweest om de harten van mijn familieleden waar ik gisteravond was. En die strijd hebben ze verloren. Hebben de kerk verlaten voor een groot deel. Hebben de strijd verloren sommigen toen ze op de middelbare school kwamen. En er werd ze uitgelegd dat de Bijbel niet klopte historisch. En dat het niet klopte biologisch. En dat het niet klopte psychologisch. En dat de kerk altijd zo intolerant was. De ene wind vlaag naar de andere, de ene storm naar de andere. Ik beschouw het nog altijd als een deel van mijn eigen schuld en verantwoordelijkheid, dat ze niet stevig genoeg stonden, mijn eigen kinderen, niet stevig genoeg stonden om daartegen bestand te zijn. Dat die storm ze van hun plaats rukte. Dat het aardige, lieve, vriendelijke mensen zijn geworden. Dat die aanklacht van God ze niks zegt. En de Heer die hun advocaat wilde zijn, niet willen dienen en niet kunnen eren. Omdat ze hem alleen maar zien zoals hun leraren dat hebben uitgelegd. Interessante man uit het verleden. En dan ga ik wanhopen aan de vrijspraak, of die ook voor hun geldt. Dat kan een gebed van je hart zijn. Heren, ik weet waar mijn kinderen staan en ze staan niet waar ze moeten staan. Maar wilt u zich in uw genade over hen ontfermen? Wilt u ze op die weg brengen die naar het heil voert? Ik heb gefaald, ik heb het niet kunnen doen. De winden waren te sterk. En ik had
de voeten niet goed geschoeid. Ik had ze niet de schoenen gegeven die nodig waren, blijkbaar, om overeind te blijven staan. Om weerstand te bieden tegen alles wat hun op die middelbare school overkwam. Anderen in mijn familie hebben dat op latere leeftijd meegemaakt. Zijn braaf jarenlang naar de kerk gegaan. En dan ongeveer op hun 30ste kwam de crisis. Een of andere gebeurtenis in de familie. Misschien het overlijden van een oom of van een grootouder. En ze zijn afgehaakt. Ze hadden die schoenen niet aan die nodig waren om dan weerstand te bieden en te blijven staan. En ze zijn omgevallen. Paulus zegt, doe dat nou toch aan. Draag die schoenen nou. Repeteer in je hart en in je hoofd. Herhaal het voor jezelf. Hoe prachtig, hoe wonderschoon, hoe bevrijdend, hoe enthousiasmerend dit evangelie is. Het mooiste goede nieuws wat denkbaar is. Het is geen goed nieuws als je uit jezelf de hemel moet bereiken. Het is geen goed nieuws als de wereld is zoals die is en er geen hoop is voor herstel. Het is geen goed nieuws dat wij mensen aan onszelf zijn overgelaten en er geen Heer in de hemel is die naar ons omziet en ons heil wil. Het is geen goed nieuws. Het wordt ervoor uitgegeven. Er wordt mee gespot. Het wordt als normale, vanzelfsprekende waarheid gesteld. Maar dat is alleen maar de storm. Dat is alleen maar windvlagen. Blijf jij nou staan. Blijf jij nou staan met voeten die stevig kunnen staan. Het tweede element van die schoenen. Dit was dus de standvastigheid. Maar er was nog iets bijzonders met die schoenen. Want die Romeinse soldaten konden daardoor veel harder hollen dan wanneer ze slippers hadden aangehad. Of anders schoeisel. Ze waren zelfs in staat om te lopen over de wegen waar vijanden vaak spijkers in de bodem hadden geslagen. En dan zoveel tegelijkertijd dat je daar niet overheen kon lopen als je normaal schoeisel aan had. Een heel meters lang een veld met van die grote houten spijkers in de grond. Om die komst van het Romeinse leger daarmee te vertragen. Dan moest je eromheen en daar waren dan weer andere vallen gemaakt of daar konden ze makkelijk worden overvallen. Dus het tweede wat die schoenen mogelijk maakte is dat je over zo'n barrière heen liep. Want die schoenen konden er wel tegen om over houten spijkers, houten spiezen heen te lopen. Dus ze konden een bevel krijgen om vooruit te gaan of te hollen. En dat konden ze uitvoeren dankzij hun schoenen. Dat is het tweede. De mobiliteit van dat leger vanwege die schoenen. En ik denk dat Paulus daar ook aan gedacht heeft. Dat we kunnen gaan naar de plaats waar de Heer ons roept. Waar hij ons een plek geeft om te doen wat naar zijn hart is. Wat naar zijn wil is. Dan moet je zomaar kunnen gaan. Zoals die brandweerman zomaar kan gaan. Het is wel opvallend hoe vaak je in het Nieuwe Testament tegenkomt dat het niet de bedoeling is dat je met dat evangelie in een hoekje gaat zitten om het met elkaar te genieten. Het is vaak wat we doen als gemeente. Het is vaak wat we doen. Dat we met elkaar genieten van de kerkdienst en van de gemeenschap onderling. En een deel van ons ook de Bijbelstudie. En dat is het dan. En maandag ga je naar je werk. En daar ben je verder anoniem. Bijna niemand weet dat je christen bent. Dat is eigenlijk wel heel plezierig. Dan word je er ook niet op aangesproken. We houden het als ware voor onszelf. Het is een prachtig moment in het evangelie naar Marcus. Jezus heeft succes. Zijn genezingen trekken een enorme groep mensen aan. En de discipelen vinden het feest. Heer, wat prachtig. Maar tijdens dat mooie feest, als al die mensen vergaderd zijn en beginnen te zingen omdat de Messias is gekomen, is plotseling Jezus onvindbaar. De discipelen maken zich zorgen, waar is hij nou gebleven? Ze lopen hem overal te zoeken en uiteindelijk vinden ze hem ergens op een hoge heuvel of een berg. Heer, waarom bent u niet beneden bij het feest? Het is zo succesvol, uw prediking, dat het koninkrijk gekomen is, omdat de koning nu gekomen is.
Kijk eens hoe die mensen daar hebben gereageerd. Laten we nou hier blijven en dat feest voortzetten. Dan geeft Jezus een heel bijzonder antwoord. Want dan zegt hij, als dat dan zo is, ik parafraseer het uiteraard. Als dat dan zo is, laten we dan van hier gaan naar andere dorpen. Dan wil hij verder. Hij wil niet rusten op de plaats waar hij zit. Hij wil zijn tenten daar niet opslaan om er te blijven. Elke keer weer, als de discipelen denken, nou is het klaar. Nou gaan we hier onze tentjes neerzetten, dan gaan we hier wonen en nou is het wel geregeld. Op dat moment gaat Jezus verder. En dan zegt hij tegen ze, want hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Om het evangelie overal te brengen. Overal waar mensen het willen horen. Dat is het tegendeel van wat wij vaak doen. Het evangelie nemen en van genieten en op onszelf blijven zitten. Jezus niet. Die trekt verder. Want er zijn nog anderen die dat evangelie moeten horen. Die moeten horen over deze grote koning die kwam om zijn leven te geven. Hij kwam niet als de machthebbers in deze wereld. Hij kwam niet zoals de keizer. Hij kwam in alle nederigheid. Om zijn leven te geven voor de mensen die hij lief had. Dat is de moeite waard dat het volgende dorp en het dorp daarna dat ook hoort. En ook de kans krijgt om in geloof dat aan te nemen. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Het is niet alles wat we nodig hebben. Ook die gordel en dat borstharnas zou te ver voeren om het allemaal te noemen. Maar uiteindelijk is het doel van die strijd en het doel van die hele wapenrusting waar Paulus mee eindigt. Want een groot deel van die strijd is het gebed. En een van de belangrijkste onderwerpen van het gebed, dat is wat hij noemt om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. U en ik zijn daartoe opgeroepen. We kunnen daarvoor geen aparte evangelisten aanstellen. Kunnen dat niet aan instituties en stichtingen overlaten. En het is niet voldoende dat we af en toe een brochure publiceren. Het is uw en mijn opdracht om waar we staan in het leven en waar de Heer ons laat gaan, om met vrijmoedigheid het geheim van dit evangelie, van deze blijde boodschap te verkondigen. Te laten zien dat we die Heer gehoorzamen, omdat Hij ons heeft lief gehad en wij Hem daarom lief hebben. Zo maken we zijn naam groot, met voeten geschoeid, met de bereidwilligheid van het evangelie van de vrede. Amen. You are listening to Robert Baines Bible Podcast, the info channel for church and society.